van Kums, je blijft hier zo rustig staan. Besef je wat er gebeurd is? Jawel, jawel, ik besef het heel goed. Ik ben heel blij dat ik deze prijs heb gekregen. Dus ik besef het zeker. Het is ongelooflijk wat Gent hier allemaal binnenhaalt. Ja, het is fantastisch. Het is een fantastische avond voor ons. Ik denk dat we bijna elke prijs hebben gewonnen. Dat we met 4 spelers van Gent in de top 5 staan. Dus het is een fantastische avond voor ons. En na een fantastisch jaar is dat ook helemaal verdiend. Herinner je nog, jij als klein manneke in Dilbeek aan het voetballen en hier nu staan met een gouden schoen. Ooit gedacht hier te staan met deze prijs? Ooit gedacht niet, ooit gehoopt misschien wel. Ik heb veel getraind om beter te worden en dat ik hier nu sta is wel mooi. En het rijtje van Paul van Imst, Erik Gerrits, Jean-Marie Pfaff, ik zeg ze maar wat. Ja, fantastisch hè. En weer een Dilbekenaar, dus kan niet op. Feestje vanavond? Een kleintje, hè. Mijn familie is hier, dus we zullen zeker nog samen iets drinken. En in mijn thuishaven staat er ook nog wel wat te gebeuren, denk ik. Dus daar zal ik ook wel iets passeren. Ik heb een vraagje, misschien is het een beetje onbeleefd, maar ik zou toch graag de schoen eens willen aanraken. Maar ik hem ook eens... Voilà. Schitterend. Ik moest jou eigenlijk 3 kussen geven van Siska Scooters had me dat gezegd, maar ik ga je een hand geven. Ah, dat is ook goed. Dat is ook goed. Kijk, voilà. Kijk, Siska, ik geef Sven Kums een hand, de gouden schoen.